Hoi allemaal, het is vandaag weer tijd voor een nieuwe aflevering van The Stash, waarin ik door mijn make-up producten heen ga deze zomer. Ik heb al foundation gedaan en oogschaduw en dat is het volgens mij. Vandaag is het tijd voor lipproducten, daar vroegen jullie om, dus dat gaan we doen. Dit is een deel van The Stash en een deel zit in mijn kastje in de badkamer en dat heb ik even in Sven's toilet als gedaan. Dus het is heel veel. Laten we maar gauw beginnen. Het is best wel grappig, want het is dus vrij veel. Terwijl ik eigenlijk niet heel vaak lipproducten gebruik. Zeg maar opvallende lipproducten, want Sven houdt er niet zo van. En nou ja, dan doe je het automatisch minder op als je bijvoorbeeld samen iets leuks gaat doen of zo. Dus naar mijn werk doe ik vaak wel of een balsem of iets met een klein kleurtje, maar ook niet heel heftig. Ik heb een keer rode lippen naar mijn werk gehad en er waren echt super veel reacties op. De meeste trouwens heel positief. Oh, dat is super mooi, maar toen dacht ik, ja, ik heb ook geen zin dat de hele dag zeg maar iedereen naar mijn lippen zit te kijken. Dus meestal doe ik het niet. Ik heb nu mijn favoriete lipkleur op, daar komen we straks op. Maar laten we maar gewoon beginnen. Het gaat van lip, zeg maar lipgloss tot lipstick tot alles ertussenin. Dit is wel eentje die ik graag draag en dat zie je ook wel aan de verpakking. Dit is de Bourjois Color Boost en ik heb hier de kleur Peach on the Beach. En dat is een persiek kleurtje, draag ik graag. Ik kan ze niet allemaal gaan swatchen. Sommige heb je echt wel voorbij zien komen in tutorials. Andere heel vaak, andere helemaal niet. Maar deze heb je zeker wel voorbij zien komen, denk ik. Dit is een van de lipkleuren van mijn bruiloft. Dit is de Yves Saint Laurent Baby Doll Kiss and Blush. En dit vind ik een heel mooi product, super natuurlijk. Dit was het eerste product wat ik had wel. Dus ik wil wel iets op mijn lippen op de bruiloft gewoon. Want anders is het zo niksig, zeg maar. Maar ook niet iets wat afgaf. En ook iets wat waarvan Sven niet dacht van, oh. En dit was gewoon, weet je, dit is eigenlijk your lips but better. Dus dit kon hij handelen. Dan deze Gemma Kit Lip Gloss. Een hele mooie melkroze kleur. En deze heb ik ook al heel vaak in tutorials gebruikt. Ik vind hem heel mooi bijvoorbeeld bij Smoky Eyes. En als je dan gewoon verder een beetje natuurlijk wil. Dit is een van mijn favorieten. Die heb ik ooit ergens gratis bijgekregen. Dit is de, en trouwens die Gemma Kit zat ooit een keer in een glossy box. Dit is de Clarins Eclat Minute. En dit vind ik echt een hele fijne lipgloss. Die ook je lippen meteen verzorgt. Met een heel subtiel roze tintje. Het is een soort sponsje waarmee het aanbrengt. En eigenlijk is hier een hele fijne budget dupe van. Die ik nu even aan het zoeken ben. En dat is degene die in mijn everyday bakje zit. Oh, het kan trouwens zijn dat je sommige favorieten van mij niet voorbij ziet komen. Dat is dan omdat ze ergens in een tas zitten of zoiets. Maar dit is de Catrice Beautifying Lip Smoother. En dat is eigenlijk een beetje, nou, het effect is redelijk hetzelfde. Deze vind ik ook heerlijk. Deze zit in mijn everyday bakje. Ik geloof dat hier maar één kleur van is. 03 Candy Pop. Dus misschien zijn er wel meer kleuren. Maar dit is met zo'nzelfde applicatortje. En ja, ik vind het echt een heel fijn product. Dus een fijne budget dupe van die ander. Dan, even kijken. De favoriet die ik nu op heb, dat is deze. Dit is de, die huls alleen al is toch gewoon een plaatje. Dit is de, even kijken, Dior Addict Lipstick in 976. Alhoewel er op de verpakking een ander nummer stond. Ik weet niet, even kijken of ik hier een naam. Bidior. Volgens mij is het, ja, de vraag is welke kleur het is. Maar het is in ieder geval, ik heb hem dus nu op. En het is deze kleur. En hij ziet er super heftig uit als je hem zo ziet. Maar het is eigenlijk een soort balsem met glans en een klein beetje roze en love it. Je ziet het logootje er nog bijna niet meer in staan. En ik vind de huls gewoon prachtig. En het was een cadeautje. Het was een cadeautje toen ik net was bevallen van Niels. En dat vond ik zo leuk, want je krijgt altijd kraamcadeautjes voor je kindje. En dit was gewoon echt iets voor mij. Gewoon om, ja, en dat, omdat het ook make-up was. Het was echt top cadeau. Mijn nieuwste, dat is deze. De Miss Sporty. Die heb je voorbij kunnen zien komen in een eerste indruk filmpje. En dat is deze. Een hele mooie nude kleur. Prima. Dit is de kleur 600B My Cute Coral. En hij lijkt dus redelijk nude in de, als je hem zo ziet. Maar als je hem op je lippen doet, heeft hij zeker wel een koraal tintje.
Maar het leuke eraan vind ik dat hij wel met een roze ondertoon is, waardoor ik hem wel heel subtiel ook nog vind. Dan deze. Deze heb ik ook een keer gratis ergens bij gekregen. Dit is de Estée Lauder Lip Conditioner. En dit is gewoon een soort lippenbalsem, maar dan chic. Je hoort trouwens Niels, maar dat komt goed. Sven is daarbij. Dan deze. Dit is de L'Oreal Colorize Matte in 640 Erotiek. En dat is deze. Dit is een van mijn heftigste kleuren, denk ik. Maar ik vind hem wel super mooi. Het is echt een hele mooie mauve kleur. En voor de winter vind ik hem echt wel heel mooi. En als je hem een beetje deppend aanbrengt, dan is het wat subtieler dan als je hem super heftig aanbrengt. Dat is logisch. Maar zeg maar, dan vind ik hem vooral heel mooi in de winter. Met een beetje ook een mauve kleurige blush. Prachtig. Dan een paletje. Het L'Oreal Colorize La Palette. En hier zitten allemaal leuke lipkleurtjes in. En je hebt hier nu volgens mij ook een andere tint. Want dit is de nude variant. En vind ik fijn. Alleen ik grijp dit soort paletjes niet zo vaak. Ik heb er een review van staan trouwens online. Als je geïnteresseerd bent. Deze kocht ik in Amerika. Dit is de MAC Crimson Gloss. En dit is een lipgloss van MAC. En ik heb hier de kleur Partial to Pink. Weet je, dit is gewoon een hele fijne basisgloss. Die altijd kan. Deze neem ik vaak mee als ik bijvoorbeeld ga stappen. Ja, ik hou hiervan. Deze heb ik een keer eens bijgekregen. Bella Pierre Cosmetics. Geen idee. Maar ik vond de kleur wel mooi voor de winter. Een beetje een roodbruine kleur. En dit is kleurnummer. Het heet, volgens mij is die Envy. Ik ga even de doos op mijn schoot zetten. Want ik moet steeds een bocht maken. Dan heb ik drie. Ik zie er eentje nog niet. Drie Marokkaanse. Of tenminste lipsticks die denk Marokkaanse. Misschien ook wel Turkse meiden wel kennen. Dit zijn lipsticks en die zien er, bijvoorbeeld deze ziet er geel uit en deze groen. En als je het op je lippen aanbrengt, dan wordt het een andere kleur. En dat hangt ook van jouw kleur. Of dit is mijn favoriet. Ik zou niet weten, dit is nummer 33. Het gekke is dat dit ook nummer 33 is en hier staat geen nummer op. Maar deze zien er echt wel anders uit op mijn lippen en ze blijven ook super lang zitten. Dus als je een keer in Marokko bent, maar misschien hebben ze het ook wel gewoon in Marokkaanse winkeltjes. Als je een lipstick wil die echt als een huis blijft zitten, met een mooie kleur, nou ja, dan kan je zoiets proberen. Deze kreeg ik volgens mij ooit van een vriendinnetje die toen in, ik weet niet meer, ik denk Thailand was geweest. De Sexy Mother Pucker. En dit is van Soap & Glory. En dat wist ik toen nog helemaal niet. Ik dacht, dit is iets... Het is Niels. Sorry voor de geluidseffecten. Dit is iets... weet je wat speciaal vandaar is. Maar het is dus niet gewoon van Soap & Glory. En deze is gewoon doorschijnend. Maar wat hij doet is, hij geeft zijn lippen meer boost. Dus hij begint ook op een gegeven moment te tintelen. En nou ja, dan krijg je vollere lippen. En dat is soms wel grappig. Dan de Ethos Color Care Peach on the Beach. Dit vind ik een hele leuke kleur. Ik vind het een hele lelijke verpakking. Vooral omdat de sticker er erg op blijft zitten. Hallo mannetje. Hallo. Hey. Goedemorgen. Superleuke persie koraal kleur. Ik vind het echt een heel leuk kleurtje. Een beetje mat. Dan deze. Deze zijn van Catrice. En daar heb ik er volgens mij nog een van. Maar die zie ik even niet. En het vind ik vooral ook een hele mooie verpakking. Volgens mij ook een dupe van iets anders, maar ik weet niet meer uit mijn hoofd wat. Wat? Dit is de Shine Appeal Fluid Lipstick in 100 Adrenaline Rush Lovers. Adrenaline Rush Lovers. Echt wel een heftige roze-rode kleur. Echt een beetje frambozenrood. Prachtig. Maar dat is wel voor een gedurfde bui. Dit is... ook een heel fijn product. Dit is de Catrice Vitamin Lip Treatment. Ik weet niet of ze die nog hebben eigenlijk. Heel fijne gloss die ook meteen verzorgt. In een gewoon lekker makkelijk nude kleurtje. Mijn haar. Een van mijn all-time favorites. Dat is deze. Dit is de Estée Lauder Pure Color Envy Lipstick in 120 Desirable. En dit is gewoon mijn ultieme nude kleur. Voor iedereen is dat een ander. Dit is voor mij een vrij lichte nude kleur. Vooral in de winter erg mooi bij mij. Al zeg ik het zelf. Dan, we gaan echt als een trein, maar het is zoveel. Misschien dat ik er zo meteen gewoon een aantal favorieten uit ga pikken. Dus misschien wel handiger. Eén daarvan is deze. Deze is van Clinique. Dit is de Clinique
Pop in Nude Pop, nummertje 1. Dit was ooit, zag ik deze in de favorieten van Tanya Burr voorbij komen, een Engelse YouTuber. En zij zei van, dit is echt mijn ideale nude kleur. En ik vind het echt een hele, nou, ik geef haar daar helemaal gelijk in, een hele mooie kleur. Even kijken, dan hebben we nog van alles. Een aantal favorieten. Deze, dit is de Balmsteen Mega Slick Fall Wet and Wild. En dit is de kleur 128, Pinky Promise. En wie me al heel lang volgt, kent deze zeker weten. En deze ben ik zelfs een keer kwijt geweest. Die ben ik ergens op de fiets verloren. Toen ben ik helemaal teruggefietst. Heb ik hem uiteindelijk 2 dagen later volgens mij pas in de goot gevonden. Nou, het was een prachtig verhaal. Toen heb ik hem helemaal schoongemaakt. Niet dat hij vies was, want ik denk niet dat iemand hem aan had geraakt. Maar gewoon een mentaal dingetje. En sindsdien heb ik hem weer. Dat geeft aan dat ik er heel blij mee ben. Deze vind ik wel heel mooi staan. Een heftig lipkleurtje. Maar als ik er dan één doe, dan is dit er wel een van mijn favorieten. Dit is ook een color boost van Bourjois. En dit is de kleur 02 Fuchsia Libre. Ik zal hem even zo nog laten zien. Maar het is gewoon zo'n knalroze kleur. Even kijken. Nou, dan hebben we hier nog... Deze zijn wel fijn van Essence, maar die verkopen ze volgens mij niet meer. Dit zijn de Stay Matte kleuren. Deze vind ik heel mooi. Dit is de Bourjois 3D effect. Maar dit is wel echt een super gloss. Dus je moet wel echt houden van gloss. Hij plakt ook, maar ik vind het effect wel heel mooi. Het is een hele mooie subtiele peach kleur. Mijn favoriete gloss aller tijden. Ik draag de laatste tijd niet heel vaak gloss meer. Maar ik vind hem wel deze nog steeds heel mooi. Dit is de Maybelline Color Sensational Cream Gloss in 105 Cashmere Rose. Dat is echt, nou ja, echt een van mijn enorme favorieten. Een fijne budget nude lipstick is deze van Essence. Deze is 02 Cute Nude. En is een beetje met een bruine ondertint en toon. Echt een beetje zo'n Kylie Jenner kleurtje. Even kijken, dat is denk ik wel belangrijk van hier. Dan duiken we even de toilettas in. Even kijken hoor. Hier heb ik een aantal stains. Die ga ik gewoon even allemaal tezamen pakken. Als je het hebt over kleurtjes die echt heel lang blijven zitten, dan heb ik er hier een paar. 2 van de Rimmel Apocalypse, waar ik heel erg van hou. Ik heb 101 Celestial en 303 Apocalyptic. Zitten echt als een huis. Die blijven gewoon uren zitten. Dan de L'Oreal. Even kijken. In Permanent Blush 1111. En dit is ook een super mooi nude kleurtje. En dan heb je zeg maar deze, doe je de eerste opsmeren. Dan laat je hem even intrekken. Als je gaat plakken, dan smeer je er nog deze soort balsem op. En datzelfde geldt eigenlijk voor deze 2 van Max Factor. Alleen zit de balsem dan weer apart. En dit zijn de kleur 148 en nummertje 6. Nou, dan zijn we er denk ik bijna wel qua favorieten. Natuurlijk de MAC Ruby Woo. Als ik dan een keer rood ga, dan is het de MAC Ruby Woo. Het is lastig op te brengen, want hij is super mat. En daardoor werkt hij niet heel makkelijk. Maar als hij zit, dan zit hij. Nog een fijne is deze. Coral Calling van Essence. Ik weet niet of ze die nog hebben eigenlijk. Ook een bruiloft lipstick. Dat is deze. Dit is de Long Lasting Lipstick. Ik zit te denken van iets. Maar volgens mij is het van Clinique. Ja, Clinique. En dit is And Will You. En dat was de bruidscollectielijn. Dat vond ik zo leuk. En dit is ook gewoon een hele mooie subtiele kleur. Maar ik vond het heel leuk dat ze een aantal lipsticks in de soort bruidscollectie sfeer hadden gedaan. Dan nog deze. Ik was ooit bij een workshop van Rituals en daar kreeg ik deze. En dit is de kleur, of daar hadden ze mij deze aangebracht en die vond ik heel mooi. Dit is Flamingo Kiss. Mooie lipstick, echt redelijk roze. Vooral echt flamingo roze. En dan als laatste denk ik dat we gaan voor, lastig kiezen, deze. Toen was mijn batterij leeg en ik weet niet wanneer. Maar volgens mij was ik nu aan het vertellen mijn laatste favoriet. En dan heb ik er nog best wel wat meer. Maar volgens mij wordt het anders een urenlang filmpje dat je denkt, oké, when is the hurting stop? Nee, maar weet je, het is ook lastig omdat ik ze niet kan swatchen en zo. Maar dan heb je toch een beetje impressie
Sven is nieuws in de wagen aan het doen. Maakt een beetje herrie. Dat is deze. En even kijken hoor. Dit is de L'Oreal 101 Rose Melody. En dit vind ik echt een hele mooie... nude kleur. Hij heeft net iets meer. Dus ik gebruik hem ook wel eens bijvoorbeeld als blos. Als blush zeg maar. Om een klein blosje te creëren. En deze heb ik heel vaak op. En dat is het. Dat is een deel van mijn collectie. Er zit hier nog meer in. En ook hier... liggen nog meer, maar dan heb je in ieder geval een aantal van mijn favorieten gezien. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Sorry voor de geluidseffecten op het laatst. We gaan nu even met hem naar buiten. Hij is er klaar voor. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete lipstick is. Laat het vooral even weten hieronder in de comments. En ben je meer van de gloss, meer van de lipstick, matte, shiny? Let me know. En ik zie jullie snel. Doeg! Hoi, hoi, hoi. Awesome.